Ik ben onderweg naar de Sila, want vandaag komen de eerste gasten aan. De Tolkien's Fashion Shoot is voorbij, dat is helemaal goed gegaan. En dan nu de eerste, ja, eigenlijk echte gasten. Here is our captain Lauli, speaking. Lauli Jauli, it's 2016. We are so happy. And this is the good weather for the starting the season. We are waiting to you, all of you. Yes. Ik ben op Sila, ik sta te wachten op de eerste gasten. En ze komen er zo aan. Zie de bemanning die helpt. Weer met alle tassen. En Typhoon tilt zich geloof ik een breukraam. Ja. Welkom. Hallo. En daar is die one and only. Het is Paul voor Paulussen. Het is voor elkaar. Welkom. En hoe is het? Nog een ochtendhoofd, hè? Niet helemaal. Het eerste. Perfect. Geweldig, geweldig. Nou, Marga en Paul die vinden het helemaal geweldig. Die, helemaal top. Het is nu al geweldig. Ja. We gaan nooit meer weg. Vind je van je het? Kind, ik vind het werkelijk een plaatje. Ik maak een hele nieuwe cruise en dat na zeker 10 keer. Dit is te gek. Serda staat al de voorbereiding in de keuken te doen. Ja. Typhoon is ook druk bezig. Asbakjes schoonmaken. Die gaat de drankjes inschenken. Ja, echt wel. En er komt een van de gasten aan. Ik vind het fantastisch. Het is zo verschrikkelijk mooi geworden. Mooi afgewerkt. Schitterende badkamer. Nieuwe bedden. Nieuwe toiletten. Nieuwe... alles. De hele natte cel is echt mooi. Douchecabines. Mooi. Ja. Te veel om op te noemen. Nou ja, ik ben nog niet uitgekeken. Dus ik kom zo nog even terug. Ja. Marga roept al iedere keer van wat gezellig, wat gezellig. Ze gaan meteen foto's maken van de boot. Ja, dat bedoel ik. Maar dat maakt niet uit, toch? Nee, graag zelfs, graag zelfs. Ja. Ik ga het ook hoor, op Facebook zetten. Yes. Nou, daar zijn ze, de gezusters, de Bie. Ik vind wel dat wij een erg mooie kamer voor je hebben. Nou, dus ja. Buiten eigenlijk hier op... Ze zijn sprakeloos. Ja, prachtig plaatje. Zo mooi. Zo ontzettend mooi. Super, gefeliciteerd. Oh, een nice holiday. I will introduce my team for this week. We are together, Mustafa and Mustafa. The other guy went to markets, Typhoon. En ja hoor, wij ontploppen de champagne en de imam begint weer te zingen. En het geest ook. Door dat gezang van de imam heb ik de champagneontkurking er niet op staan, maar in ieder geval wel nu het inschenken. De kapitein die geeft ze bevelen, want we vertrekken nu uit de haven. Kijk hem draaien aan het stuur. En we hebben meteen al een hele goede gast die al helpt met de zeilen. Of ik bedoel niet met de zeilen, maar met de touwen binnenhalen. Ja. Dat is maar luisteren naar de kapitein. De buurboot die heeft niet alleen een ankerketting, maar ook nog eens twee touwen. Waardoor wij dus heel veel moeite hebben om uit te varen. De kok op het schip die doet altijd het anker ophalen en neerlaten. Dat is de vaste taak van de kok. En die staat daar nu zijn werk te doen. Niet in de keuken, maar op de voorplechten. En zo vindt iedereen alweer zijn plekje. Zie je één iemand staat op de voorplecht te fotograferen. De rest zit nog lekker op het achterdek. Terwijl we de haven uitvaren. De haven van Bodrum. En daar liggen we nu middenin. Dus ik laat even een shot in het rond zien. Achter mij het kasteel van Bodrum. Collega Mustafa. Hallo. Is bezig met de balloons, de stootkussens, op zijn plek te leggen. Want die worden natuurlijk binnengehaald als je uitvaart. Een hele behulpzame gast deze week. Die helpt ook al met de stootkussens opruimen. Hij was net al aan het helpen de lijnen binnenhalen. En hij rent van voor naar achter. Nou, dat scheelt. Dus je kan ook een handje helpen als je wilt op de boot. Even op de punt bij Serdar.
is de laatste stootkussens aan het vastmaken. En dan gaat hij de keuken in om de lunch voor te bereiden. Je hoort de wind waarschijnlijk al. We maken wat snelheid om zo de avond.